En we zijn aan het plaatsen. Geloof ik. Ja. Oh, brand. Bevestigd brand, jongens. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Elder Speed of Armor. Vandaag gaan we weer eens op pad in Noodroef. Dat is echt al heel lang geleden. Zoals jullie zien heb ik wel weer de Nederlandse auto's erin gekregen. Maar de uniformen nog niet, maar dat maakt allemaal niks uit. Nu wil ik even alles openen. Waarom doe ik hier alles openen? Omdat het dan handiger is. Ik ben niet zo van het achteruit in parkeren als je ook gewoon via achterin zo naar binnen kunt rijden. En dan sta je ook meteen goed. Ik ga wel even F1, F2, F6, want we zijn in principe de chauffeur van de TS. Dat betekent dat we als eerste even naar beneden gaan om daar eens onze TS te testen. Hallo. Oh, dan krijg je alleen eerst een melding. Dat is meteen een prio 1. Achtung, brandschutz. Brandmeldeanlage. Einsatz für LF24 um das erste Test. LK 2312 TLF 1 RTW 1. We hebben status doorgegeven onderweg. De OVD is al vertrokken. En wij rijden lekker mee. En we zijn aan het plaatsen. Geloof ik. Oh, brand. Bevestigd brand, jongens. En nu is het wachten op iedereen uit de ladder. Oké, wat gaan we zo doen? Bevelvoerder opbouwen. Hoge druk naar binnen, neem je aan. Ja, staat iedereen. Enter, start, missie. E, uitstappen. En alles omhoog. Deze dingen halen we weg zodat we de pomp kunnen gaan bedienen. Goed, wij gaan beginnen met de pomp te bedienen. En dan ga ik kijken of ik hier iets kan betekenen. We gaan opbouwen. Autoladder wordt opgezet. Ambu staat standby. Waterwinning wordt gedaan. Dat is een grote brand al hoor. Kassa staat volledig in de hens. Pak maar. Oké, ademlucht omgedaan met de andere. Manschap 1 of wie is het? Of 2. Wij gaan in ieder geval naar binnen. Oké, voorzien van water. We zijn begonnen met de bluswerkzaamheden.
denk dat we langzaam ook aan stelt dat we brandmeester zijn. Nou, we gaan even een beetje kijken of nog actief brand hier nog een beetje. Ik denk met dit soort plafonds wat je hierboven hebt, dat zijn gewoon zo'n platen, en met deze hitte van die zwarte rook, dat alles hier al in het echt omlaag lag. Of ja, omlaag. Dat alles hier al op de grond lag. De temperatuur stijgt een beetje zoals jullie links zien, 54 graden. Dat zijn in ieder geval brandmeester, incidentmeester. En we gaan retour kazerne. Eerst alles opruimen natuurlijk. Autoladder stond ook al klaar. Go to position, ik weet niet waarom dat rondje hier staat, ik loop er maar eens heen. Ik denk niet dat dit mijn position is, nee. Oh, dat was de position voor de autoladder. Dit ding natuurlijk gebruiken. Nee, ik weet je wat, ik laat gewoon lekker aan iemand anders over. Zij mag opruimen. Dat gaat hij nu ook doen. Ja? En we rijden terug naar de kazerne. Ik ga er niet omrijden, ik ga gewoon lekker. Ja, ik kan niet meer met stuur rijden, dat was altijd. Dat kon eerst wel en toen niet meer en nu. Nou, jammer, maar goed. Oh, wacht even. Ik begreep dat ze inmiddels wel iets hadden dat je nu al meldingen kon krijgen als je nog aan het rijden was. Dus ik heb ons ingemeld met klaar om te rijden via, of klaar om inzetbaar te zijn via de radio, portofoon, mop. Maar ik zet ons nu op klaar om inzetbaar te zijn via kazernealarm. Oftewel gewoon kazerne. Ik weet niet of er nog iets aangepast is. Nieuwe voertuigen, oude voertuigen. Ik geloof dat je inmiddels ook met hem hier een melding kon krijgen. Dat betekent niet dat jullie nu zeggen ga een melding met hem doen. Want die moet ik dan wel krijgen. Ik kan ze niet zelf kiezen. Ja, voor de rest. Zullen we nog eens kijken of we vandaag de autoladder kunnen gebruiken. We gaan niet de volle 24 uur doen. Maar
Ja, iedereen rijdt langzaam terug naar de kazerne. Jullie horen zal. Ik zou zeggen, ik zie jullie zo meteen weer bij de nieuwe melding. Achtung, Brandschutz, Containerbrand, Einsatz für ELW, LF24, DLK2312, TLF1, RTW1, Erlenweg. Nou, voor de mensen die een beetje Duits kunnen en snappen, en je hoeft er nog niet eens Duits voor te kennen, want het is eigenlijk containerbrand. Jullie snappen het, waarom zo'n grote uitdruk voor een containerbrand? Dat is omdat het een grote brand is. En niet zomaar een container. Oh, ik geloof dat ik een aanrijding had met iemand. Dan met die auto daar. Nee, ik weet niet. Ik hoor in ieder geval boem. Oh, het is Diana. Sorry. Nee, die was niet raak. Een treinstel is in brand gevlogen. Ik sta klaar, mijn collega mag instappen. Oftewel, ik stap in. Ik ga zelf wel hem ook even weg hier, want het is warm. In combinatie met de regen snel onder controle.
De brand is uit. Mijn collega's zijn maar terug op de grond. Even kijken of ik eruit kan, ja. Maar ook even kijken als we ondertussen opruimen. Ik moet iemand appen, maar ik vind... Het is moeilijk als je geen na, als je niet hebt opgeslagen. Dus de naam, dus ah ja. Oké. Okay. Die leggen we terug. Alles af. Ding omlaag. Nou, ik moet nog iets pakken. Wat moet ik pakken? Moet ik dit nou dicht doen voor jullie of wat? Nee. Oh, daar moet ik iets pakken. Welke rollergate moet ik nu wel heen? Waar moet ik jullie spul opruimen? Jullie staan helemaal niks te doen. Zo. Gassen, 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 gassen. Stap in. Karren, iedereen inhalen. Trekreis met de TS. Links afslaan. Nou mensen, ik zie jullie zo op de kazerne. Ik ga kijken of ik nog een snellere route kan vinden. Tot zo. Achtung, brandschutz, kleinflächenbrand, Einsatz für TLF 2. We gaan nu nog even naar een melding buiten de brand, omdat het... De laatste zullen we deze ook lekker prio 1 rijden. In ieder geval met blauw. Gaan we kijken hoe ver we komen. Even omrijden, want we moeten hier op de straat blijkbaar staan volgens het spel. Dan maken ze een grote cirkel en dan sta je niet in het gebied. Oeps, we hebben hem daar weggespoten, we krijgen hem nu niet meer terug. Oh, toch wel. In ieder geval even de stoep op. Zo, perfect. Als wij retour zijn, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Als je een leuke video vond, ik zie jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video. Ik zou even niet weten welke. Dus, nou, jullie zien vanzelf wel. Doei!